weet je wel. En dan rij je dus in de finale, dan sta je met je neus in de heuvel. Kom op, hele mooie velden hieronder, hele mooie omstandigheden. Hier, wat een wedstrijd. Het begint zo mooi, dat wordt zo vasthouden. En hadden wij daar natuurlijk die Black Sensation in de nieuwe uitvoering, waar we zeker nog wat van gaan vertellen van Dirk Hermo. Hebben we hier zijn grote concurrent, de Red Madness. En die gaan ze de combinatie op de middenbaan, terwijl Beach Boy, een van de combinaties uit de stal, van Limmers. Nu de strijd gaat maken in de Tour. Voor de eerste keer gaan aanraken met zijn binnen-competitie. Maar het geldt natuurlijk zeker niet door de combinatie van Marco Pijlers. Die kan gewoon te doen staan. Hans Sechsen aan de voetbal en hier komt door de rest. Ik zal het u in één keer klappen, dat zijn de drie in totaal, hè? Ja, kom maar, Kenny straks is een lastig verhaal, hè? Dat niet!